Goedemorgen. Het is de eerste keer dat ik natuurlijk een video maak waar ik zelf in praat. Normaal gebeurt dat niet veel, maar ik vind het wel een keer de moeite om te tonen. We zijn hier nu op het nieuwe domein, waar ik nu al een tijdje probeer wat aanplant te doen. Maar we gaan beginnen met deze Jubaea. Die Jubaea is uitgegraven geweest, opgepot geweest. En natuurlijk ja, met de frisse winter die we hadden, hebben we redelijk wat speerschade gehad. Zoals je ziet, wat bruin. Het hart was lichtjes ook bruin. Maar het groeit er allemaal uit. Dus zoals je ziet, niet beschermd geweest. Maar we hebben hier al heel wat groen. Die komt in de nieuwe speren. Dus je mag je niet te vlug opgeven. Die palmen hebben wel, kunnen wel redelijk tegen wat. Natuurlijk, ja, bij mij staan ze al enkele jaren normaal gezien een volle grond, dus dat maakt ook al een stukje. Die zijn redelijk geacclimatiseerd hier in mijn regio. We zijn begonnen met hier en daar wat aanplant, zoals je kan zien. De aanplant was in feite de bedoeling van een tijdelijk al klein beetje op te vullen. Daarvan zijn sommige palmen niet echt extreem aangeslagen, want ik zie daar in de verte... Sorry. In de verte zie je daar bijvoorbeeld een Hamea rops achter de Jubaea. En die is er echt heel slecht aan toe. Die heeft speerrot, dus een hapend gat. Alle blad is bruin geworden. Jammer, maar ja, het is nu niet anders. De definitieve aanplant dat ik al gedaan heb, is deze border in feite. Deze border is aangeplant met de eerste die je ziet is een Princeps nieuwvorm. Ik had natuurlijk gehoopt om bloei te zien de komend jaar, maar ja, met uitgraven zal dat misschien wel stilgevallen zijn. Er zitten dan nog enkele kleinere Princeps nieuwvorm in. Er zit daar in de verte een Wagnerianus, zoals je kan zien. En dan hebben we dat borderke daar met die rhizoombegrenzer. En deze is in feite aangevuld met Tetrapanax, Basio. Dan heb ik daar ook nog Arundodonax versicolor en variegata zitten. De oorspronkelijke aanplant was een Philostachys nigra, maar die was zo rot als maar kan zijn. Ik houd niet voor mogelijk dat een woekerde bamboe zo kan rotten. In de verte zie je daar wat aarde liggen. En daar zijn we bezig aan heulen te graven voor een zomergrens te plaatsen voor deze bamboe die overgekomen is. Ondertussen zie je ook al dat er redelijk wat grotere palmen zijn aangekomen die ik heb uitgegraven, opgepot, tijdelijk en naar hier heb gebracht. Er is nog veel werk, maar ja, we kunnen het niet al opbouwen in één keer. Het wordt gedaan in de vrije tijd dat we hebben. Die is weinig. Het is natuurlijk zwaar werk. Het is graven, aanplanten, sleuren en trekken zoals ze zeggen. Ik doe het allemaal alleen, dus ja... Het heeft zijn tijd nodig. Zoals je hier kan zien, heb ik buiten de omheining heb ik enkele trachycarpjes geplaatst. Die staan redelijk dicht op elkaar. Daar heb ik ongeveer een meter, meter en een half tussen gelaten. De bedoeling is in feite dat stammen zien en enorm veel blad die elkaar kruist. Dat het echt een exotische look is. Ja, dat is natuurlijk een verzameling dat ik hier hou nu voor daarna weg te voeren naar het containerpark. Sorry daarvoor. Hier hebben we ook trachycarpjes aangeplant. Dat is juist naast de wandelpad, hier in Ronse. Waar veel mensen komen wandelen, fietsen. Want het is een wandelfietsroute. De ondergrond hier is echt niet ideaal. Ik heb daar... Dat is verstevigd door steenruis en... andere verharding. Ik heb daar moeten een spade diep gaan. Toen kwam ik een worteldoek tegen. Die heb ik doorprikt en dan kwam ik in aarde. Dus ik hoop dat ze langs deze weg toch hun wortels gaan kunnen aanslaan. Hier heb je dus een kotje. Dat ga ik ook nog onder handen nemen, maar dat zal nog een projectje zijn die nog niet direct zal gebeuren. Dus dat is een deel van de tuin. Het ziet er allemaal klein uit, maar het is maar pas als je gaat beginnen wandelen dat je ziet hoe groot dat allemaal is. Dus we gaan eventjes op dat wandelpad gaan. Hè. Kunnen we eventjes samen rondgaan.
Dus al wat hier achter de omheining ligt is mijn eigendom. En ik ben er totaal nog niet uit wat ik er allemaal ga planten natuurlijk. Ik ben gewoon geweest in mijn voortuin van een jungle look te hebben. Maar ik zou het anders willen aanpakken in feite. Ik zou het willen aanpakken met rusthoeken, schaduwplekken. Dan nog plekken waar het echt heel heel bomvol met dezelfde soort staat. Je ziet dus, het is wel de moeite. De grond is ook heel verschillend. Er zijn plekken waar het licht nat is, maar er zijn echt plekken waar het gewoon druipt in feite. Het is waar dat je echt een moerasgebied hebt. Dus ik heb in gedachten gehad van een Guinera, die staat daar in de verte, we zullen het straks wel zien, een Guinera aan te planten. Ik heb nu maar één knol, want de Guinera manicata, die een enorm beest was, heeft heel wat vorschade ondervonden, waarvan veel van de stukken rot waren. Ik ben nog bezig aan het wandelpad te betreden. Ik moet zien dat ik zelf niet val. Het is nog wat drassig vandaag. Kijk, want je ziet hier ook, er wordt hier veel gefietst en zo. En dat is het deel waar er gefietst wordt. Hè. Dat zak trekt in. Hè. En dat is in feite ook het deel waar het drassig is. Dus daar zie je de manicata in de verte. Ik ga heel voorzichtig doen, want het is hier echt niet ideaal. En ik heb niet het aangepast goedsel aan. Dus hier zie je die manicata. Dus momenteel, ik kan er gelukkig over, maar je ziet hier de plassen staan. Ik denk dat dat wel duidelijk is, hoe drassig dit hier is. Ja, daar is die okenplas. Nou, dat wil ik in erin zoomen. Hier staat de manicata. Zoals je ziet, het is een mooie knol reeds, maar daar heb je maar enkel wat klein beetje groei. Dat blad weg is, dat kan twee redenen hebben. Het kan zijn dat dat stukje bevroren was en afgeknokt is, maar ik veronderstel meer dat dit de boosdoeners zijn, die sloepers daar in de verte, die schaapjes. Dus ik ga sowieso moeten kijken, dat is een beetje het zicht, ik ga sowieso moeten kijken dat van een oplossing te vinden om dat ik een stuk afsluiten, zogezegd, voor die schaapjes te kunnen vestigen. Dat ik kan verder doen daarna met mijn aanplant. Mijn bedoeling is vooral een trachyveld te maken. En daarmee wil ik bedoelen van, ik ga hier de grotere trachies kunnen zetten. En dan ook, naar gelang waar het minder nat en nat is, ga ik kijken om eventueel andere beplanting te zetten. Ik heb albizias, ik heb magnolias. Het is allemaal een nieuwe ervaring. Doordat deze tuin heel anders is dan wat ik gewoon was. Hier zijn ze, de sloepertjes. Zoals je ziet, ze staan mij al aan te staren. We hebben lammetje ook. Normaal is er een jongen ook. Ja, daar staat hij. Staat er in de verte. Dat is dus nog... Je ziet in feite nog het andere deel van de tuin ook. Dus we gaan er nog een keer inzoomen. Dus mijn aanplanten die ik hier geplant heb, zijn boomlilies ook daartussen. Dat heb ik vergeten te vernoemen daar juist. Boomjes zitten er ook tussen. Wat ja. Magnerianus, ik heb palmen gemengd in feite. Dus hier zie je al het begin dat ik die geulen bezig aan het graven ben. Ik moet ze natuurlijk nog veel dieper uitgraven. Daarna moet ik, waar dat de draad is, kan in feite opgeschoven worden. Want mijn deel is nog iets breder. Maar dat is een tijdelijke oplossing geweest voor die schapen die weg te lopen. Daar zou de rest van de geul komen. Dus ik denk dat die... denk dat die daar wel voldoende plaats heeft om iets of wat te betekenen, die bamboe. Waarom is dit niet in één lijn? Ik wil... het onderbreken door daartussen middenin twee plaatsen met basjoes, bananen zeg maar, te zetten. Dat dus niet enkel bamboe is, maar ook dat we die bananen daartussen zien.
om een mooier geheel te maken. Je ziet daar. Je vertrouwt niet echt. Maar kijk, dat is de Nigra. Zoals je ziet, is echt niet veel meer waard. Hè. Eén stengel die nog goed levend is, de rest is allemaal verdroogd. Daarom de donax die uitkomt. Dus ja, beetje per beetje. Zo, ik denk dat je met deze rondleiding jullie toch al iets of wat meer een idee hebben wat de tuin inhoudt. En ik hoop natuurlijk dat ik nog veel updates kan plaatsen. Het opbouwen zal natuurlijk jaren duren. Hè. Je ziet, het is immens. Ik heb de vorige tuin op een hoe 8 jaar goed vol gekregen. Echt goed vol. Maar toen had ik meer budget om dat te kunnen doen ook. Nu zijn de budgetten veel beperkter. De prijzen zijn ook gestegen door grotere vraag. Dus ja, er is logisch dat ik het ga op een heel andere manier moeten aanpakken. Met veel meer zaaien, veel meer kleiner aanplanten daartussenin. Maar kom, we hebben een project. We kunnen iets opbouwen. En we hebben de energie en de goede moed ervoor. Ik hoop dat jullie me blijven volgen. Vergeet jullie niet te abonneren op mijn kanaal. Regelmatig zal ik updates plaatsen. Want ik denk van in de toekomst meer aan te pakken van als ik iets aanplant, dat ik het ook toon hoe ik het doe. Met een woordje uitleg. Op een amateuristische manier natuurlijk, maar ik ga mijn best doen om er iets van te maken. Bedankt voor het kijken en ik hoop jullie snel terug te zien. Dag!